Oh, ik heb echt een ontplofte koep. Goedemorgen. We zijn in Oostenrijk. We hebben al even lekker gerend vanmorgen, hè Leon? Ja, lekker. Lekker. En we zijn alweer druk, want we hebben net weer gelanceerd op de website. Dus Tia heeft al even gebeld. We hebben al mailing verstuurd. Er zijn al socials de wereld ingeslingerd. In de keuken zijn ze allemaal druk bezig. We zijn ook bezig met iets heel spannends waar we nog niks over kunnen zeggen. Maar zodra we meer weten, gaan we het jullie natuurlijk vertellen. Nu gaan we even een stukje wandelen. Erop uit, want vakantie vieren, dat hoort er ook bij. Dus hier, zo noemen we nog op. Oh, en dan gaan we erop uit. Oh, we zijn alweer iedereen kwijt hier. En we zijn in Oostenrijk, prachtige bergen. Zelf vind ik echt Oostenrijk altijd wel een soort rustpunt, want het ruikt hier altijd lekker fris en de bergen zien er prachtig uit. Dus voor mij is dit wel echt even tot rust komen. Er wordt hier wel wat geschreeuwd, want er zijn wat mensen kwijt. chaos. Het is eigenlijk net de loods hier. Ik zal nog even vragen of ze even wat updates sturen. Want volgens mij, ik hoor weinig. Dat is nooit heel goed. Dus of het gaat heel smooth, of het is er net zo'n chaos als hier. Ga je andere schoenen aandoen? Kom, we gaan. Kom op. We zijn in de gym. Leon is aan het gymmen. Ik ben op de bank aan het warmen, want ik ben echt kapot. Maar ik ben wel meegegaan, want anders kon ik er morgen niet in. We hebben vandaag heel wat kilometers gelopen. Volgens mij een stuk of 15. Net even wat werk gedaan. Ik ben nog niet helemaal klaar, dus ik ga nog even verder. Even gebeld met de thuisfront. Daar gaat alles lekker. Hier en daar iets wat problemen. Die zijn we ondertussen druk aan het oplossen. Het is wel fijn als je zo'n goed team hebt, want we zijn veilig op elkaar ingespeeld. En dat is echt heel nice. Oh man, misschien ga ik wel even een dutje doen hier op de bank. Ik heb wel natuurlijk mijn verpikkertje gedaan, want we moeten wel ook reclame maken. Ook in Oostenrijk, want je weet maar nooit. Als we straks over de grens gaan, dan kennen ze het in ieder geval al. ik ga wat doen. Ik ben net lekker bezig en toen moest ik gewoon weg. Want Leon is klaar met trainen. Die ziet er wel lekker uit, lekker zwet. Fertig. Hij gaat er vandoor, maar hij wil het niet laten zien. Maar hij is helemaal besleten. Nou, waarom heb je eigenlijk geen verpikker shirt aan? Nou, you tell me. Ja, dat is slechte marketing dit. Volgens mij wil je het niet voor mij lopen. Nee, hij was niet op voorraad in die hele grote maat. Ja, hij was dan helemaal in poezelige maatjes. Niet in die grote mensenmaat. Oké, maar ik zal ze bestellen, ja? Ja. De verpikker shirt is extra long. Nou, gaan we er vandoor. Even lekker douchen. Eten en dan hebben we morgen een nieuwe dag, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Oh man, wat een day. Maar gaat gewoon wel door zonder mij. Ja, een van de dingen die we altijd doen is even naar de supermarkt gaan en dan kopen we rare shit. Maar wel wat een beetje in het Filippini straatje past. Dus het moet super lekker zijn, maar ook proteïne. Maar we kopen ook wel dingen die qua drinken en dergelijke gaan we meestal voor geen calorieën, want dat vind ik best zonde. Die eet ik liever, geniet ik van. Nou, deze. Dit is een soort drankje. Zero. Dus ik heb electrolytes. Zoekervrij, wild peach. Leon die had een racing blue. Jij vond goor, toch? Ja, ik vond het niet echt lekker, maar ik hou niet van zuur. En dit was een beetje zuur. Beetje zuur.